Een 15-jarige jongen heeft afgelopen zondag een schotverwonding opgelopen voor een winkel te Latour. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat de jongen in de winkel was en de winkelier vond dat hij verdacht deed. Hij joeg de jongen uit de winkel, waarna die hem met een mes bedreigde. De winkelier haalde een vuurwapen tevoorschijn, waarmee hij een schot loste op de stenen vloer. De kogel ketste af en raakte de jongen in zijn onderbeen. De gewonde werd naar de spoedeisende hulp gebracht, terwijl de winkelier in verzekering is gesteld.